Welkom bij de Magische Momenten podcast. Mijn naam is Dolly Heuveling van Beek en elke week publiceer ik een nieuwe meditatie in deze podcast. Misschien heb je het al gezien, maar morgen begint de Coach Jezelf Challenge. Dus op 15 november kun je starten met de Coach Jezelf Challenge. En als je dat wil, dan begeleid ik je in het coachen van jezelf. Een week lang. Dus kijk op dolly.nl/coachjezelfchallenge als je daaraan mee wil doen. Je vindt ook meer informatie via mijn profiel op Instagram. Daar ben ik dolly.nl. Oké, we gaan beginnen met de meditatie van vandaag. En dat is een meditatie op verzoek van Christina. Christina die stuurde me een DM op Instagram waarin ze me vroeg een meditatie te maken over schuldgevoel. Die je helpt en ondersteunt als je last hebt van schuldgevoelens. Een hele mooie vraag, omdat ik denk dat we allemaal dat nare gevoel wel kennen en we daar niet altijd op een goede manier mee om weten te gaan. Dus doe lekker met me mee. Ook als je op dit moment geen last hebt van dat gevoel, is deze meditatie fijn om te doen en geeft die je inzichten over hoe je in het vervolg om kan gaan met deze gevoelens als je die tegenkomt. Dus zoek een fijne positie. Je kan deze meditatie zittend of liggend doen en ook wandelend als je dat wil. En sluit rustig je ogen als je een fijne positie hebt gevonden. Als je wandelt, dan hou je natuurlijk je ogen open. En breng dan je ademhaling iets dieper. Dus bij de inademing adem je richting je buik, je onderbuik, iets dieper. Niet geforceerd, heel rustig. Bij de uitademing laat je iets van spanning los. Je kan in- en uitademen door je neus. Je kan ook inademen door je neus en uit door je mond. Voel maar hoe het is om zo aanwezig te zijn bij jezelf, je adem. Voel maar hoe het is om de buitenwereld even helemaal buiten te laten. Bij de inademing word je bewuster, nog bewuster van je lichaam. Voel maar wat daar voelbaar is. En bij de uitademing laat je weer extra spanning los. Het glijdt van je af. En kijk dan eens naar je leven op dit moment. Zijn er de afgelopen tijd dingen geweest waar je schuldig over voelde? Heb je iets gezegd waar je later spijt van had? Heb je iets gedaan waar je schuldig over voelt? Of komt het schuldgevoel wellicht door iets wat iemand tegen jou zei? Heeft iemand je schuldig gemaakt? Heeft iemand je beschuldigd, waardoor je je schuldig bent gaan voelen? Misschien is er iets dat heel duidelijk en sterk is. Het kan ook iets heel subtiels zijn, gewoon iets heel kleins, dat je bijna niet eens het woord schuldig zou geven, maar misschien eerder ongemakkelijk. En als er niks is waar je je schuldig over voelt, kijk dan naar een emotie, een gevoel dat je ervaart in dit moment, waarmee je wil werken in deze meditatie.
Ik ga ervan uit dat je iets hebt gevonden waar je schuldig over voelt. Dus op die manier zal ik de meditatie verder begeleiden. Dus ga naar dat moment waarin het schuldgevoel begonnen is. Zie maar voor je wat er gebeurde in dat moment. Het moment dat het schuldgevoel begon of getriggerd werd. En als je dat moment weer terug hebt gehaald, zie het dan voor je. En kijk eens met echt open ogen, wat is er gebeurd? Dit is iets wat we vaak niet doen vanuit schuldgevoel, omdat we het schuldgevoel niet willen voelen of snel willen oplossen. Dus wat we nu doen is juist naar die situatie toe gaan. Het moment waarop je boos werd, waarop je iets zei wat je eigenlijk niet wilde zeggen, of het moment waarop iemand je dat schuldgevoel heeft gegeven. Kijk eens naar jezelf en die situatie en wat er precies is gebeurd. Misschien leidt het schuldgevoel dan op. Dat mag, dus voel gewoon wat je voelt, terwijl je stilstaat bij dat moment en wat er is gebeurd. Blijf ademen, zet niks vast. En kijk of je de gevoelens die opkomen toe kan laten. Daarmee bedoel ik niet de verhalen toelaten, daar heel erg over nadenken. Ik bedoel juist de sensaties in je lichaam toelaten. Misschien prikkelend gevoel in je buik, gesloten gevoel op je hart. Misschien wel echt emoties die voelbaar zijn in je lichaam. Een verdrietig gevoel. Een bang gevoel. Misschien een gevoel van boosheid. En als je emoties opmerkt, kijk dan hoe die emotie aanvoelt in je lichaam. Wat we vaak doen bij dit soort gevoelens, vooral als het gaat over schuld of schaamte, is het willen onderdrukken van dat gevoel. En we sluiten ons dan vaak voor onze gevoelens af. Dus voel eens wat voor bijna revolutionaire actie het is om juist die gevoelens toe te laten. Zonder labels, zonder verhaal, maar puur de sensaties in je lichaam te voelen. Terwijl je kijkt naar wat er is gebeurd, wat er is gezegd en wat er is gedaan. En kijk eens of je met zachte ogen kan kijken naar jezelf en naar de ander of anderen die er wellicht bij betrokken zijn. Kijk naar jouzelf en naar de mensen die hierbij betrokken zijn vanuit de ogen van een liefdevolle moeder of vader. Kijk vanuit dat archetype van de vader of de moeder met compassie, eerlijkheid en zachtheid. Wat is er gebeurd? En wat roept dat in je op?
Laat het verhaal nog even voor wat het is. Denk nog niet te veel na over conclusies die je nu wilt trekken. Maar voel nog even goed in je lichaam wat er gebeurt nu je zo open bent voor je gevoel en je lichaam. En kijk dan nog eens naar die situatie en stel jezelf deze vraag. Wat is mijn verlangen? Wat is mijn verlangen? En dan gaat het over je verlangen in die situatie. Dus misschien heb je iets gezegd omdat je begrepen wilde worden. Zoals je verlangen begrip. Misschien heb je iets gedaan waar je schuldig over voelt. En heb je dat gedaan omdat je verlangen eigenlijk was om gezien te worden. Misschien heb je iets gedaan vanuit het verlangen om rust te voelen, om alleen te zijn. Dus kijk eens welk verlangen, vanuit welk verlangen je hebt gedaan of gezegd wat je hebt gedaan of gezegd. En als je dat verlangen op het spoor bent, kijk eens hoe het is om dat verlangen in je lichaam toe te laten in dit moment. Voel je het nog steeds? Hoe is het om dat verlangen te omarmen? Hoe is het om dat verlangen toe te laten en het helemaal oké te maken dat je dat verlangen hebt? Kijk of je nog wat dieper kan gaan in dit verlangen. Dus als het verlangen was om alleen te zijn, hoe voelt het om alleen te zijn? Om even helemaal met rust gelaten te worden. Om in je eigen bubbel te zijn. Adem dat verlangen in, het gevoel van de vervulling van dat verlangen zelfs. Hoe het is om dat al te zijn, om dat al te ervaren. En als er een ander bij betrokken is, wat denk je dan of weet je dan dat het verlangen van die ander is? Wilde die ander jouw liefde ervaren? Was dat het verlangen? Wilde ze goedkeuring van je? Wilde zij ook gezien worden? Wat denk je dat het verlangen is van de ander? En kijk eens of je daar met compassie naar kan kijken. Terwijl je weet dat jij niet verantwoordelijk bent voor dat verlangen van die ander. En laat dat dan rustig los. Je kan hier eventueel nog over schrijven na deze meditatie.
Maar in deze laatste minuut wil ik je vragen om antwoord te geven op deze vraag. Kijk vooral of dat antwoord tot je komt, dus ga er niet te hard over nadenken. De vraag om jezelf te stellen is: wie zou ik zijn zonder dit schuldgevoel? Wie zou ik zijn, wat zou ik doen zonder dit schuldgevoel? Adem lekker diep in en uit en kijk wat het antwoord is dat tot je komt op die vraag. Adem, zet niks vast. En zie die waarheid dat je kan leven met schuldgevoelens en ze je laten leiden. Dingen wel of niet doen vanuit schuldgevoel. Maar er is een andere weg. Je kan ook doen wat je doet vanuit liefde voor jezelf en compassie met de ander. Dus laten we nog een moment stil te nemen, goed te voelen hoe je hier zit. Je lichaam ondersteund door de ondergrond. De energie in je lichaam. Nog een lekkere diepe inademing richting je buik. Bij de uitademing laat je dit weer allemaal helemaal los. Op je eigen tempo kun je dan rustig weer terugkomen. Je ogen weer openen. Je oriënteren op de plek waar je nu zit of ligt of wandelt. En dan ben je weer helemaal terug. Dan is dit het einde van deze meditatie. Wat je kan doen is nog schrijven over je ervaring. Hoe jij je voelt over de situatie nu. Misschien wat je hebt gevoeld, gezien als het gaat om de ander. En natuurlijk dat antwoord op die vraag: wie zou ik zijn en wat zou ik doen zonder dat schuldgevoel? Het is onderdeel van ons volwassen leven met leiderschap over onze persoonlijke weg. Om te zien dat je dingen kan doen vanuit contact met jezelf. Zonder de tussenkomst van schaamte en schuld. Gevoelens die ons vaak zijn aangeleerd, die we hebben ervaren in onze jeugd. Nu hebben we onze eigen goddelijke wil. En kunnen we onze eigen keuzes maken zonder die gevoelens te gebruiken. En soms zullen we een beetje schuldgevoel toe moeten laten als we dingen doen die niet passen bij het systeem waar we uit voortkomen. Of die niet aansluiten bij wat we hebben geleerd dat normaal is. Het is echt een reis. Heel fijn om erover te schrijven en je eigen ontdekkingen te doen. Dankjewel voor het meedoen aan deze meditatie. Als je deze meditaties waardeert, dan waardeer ik het enorm als je een review voor me achter wil laten op de Apple Podcast app. En je kan ook deze meditatie liken als je me hebt beluisterd via YouTube. Of een reactie achterlaten hieronder. Als je op de hoogte wil blijven van de dingen die ik doe, dan kun je me volgen op Instagram. Daar ben ik dolly.nl. En als je mee wilt doen aan mijn nieuwste challenge, dan kun je kijken op dolly.nl/coachjezelfchallenge. Dit is het voor nu. Ik zie je heel graag bij een volgende meditatie in de Magische Momenten podcast.